misschien nog je paard. Zo, wauw. Dus hopelijk vind je ook snel geluk in de kleine dingen. Een hele goede middag en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag eerste kerstdag, dus het is 25 december, als het goed is. Maandag 25 december, het is alweer middag. We hebben vanochtend, heb ik even in bed, vlogs geëdit. Ramon en ik willen heel graag in februari samen naar Lapland. Dus ik heb even reis opgezocht. Dus, want ik vind het maar moeilijk, maar ik denk dat we er wel uitkomen. Ik heb echt een heel leuk jurkje aan van de webshop. En ik doe deze hakjes erbij. Lijkt wel een beetje op. Ik vind het super leuk. En ga ik even leuke fotootjes mee maken. Vandaag komt de familie. Stan, Jalou, Denise, Sylvan, Simone, Patrick en Novi. Dus we zijn mijn zussen en Haan en mijn ouders. Die zijn hier natuurlijk al. Vandaag gaan we lekker kerstvieren. We gaan cadeautjes uitpakken. Want we hebben loodjes getrokken met z'n allen. We gaan lekker gourmetten. En gewoon lekker spelletjes spelen. Lekker drankjes doen. Dus helemaal leuk. Ik ga even lekker parfumpje opdoen. Ik denk dat op dit moment dit mijn favoriet is van de Zara. Ik heb echt veel parfums van de Zara. Ik heb ook wel heel veel andere parfums. Maar als mijn favoriet moet benoemen van de Zara is het nu. De Zara Go. De Zara Rose Gourmand. En ik heb ook de Zara Golden Decade. Die is ook amazing. En ik heb dus nu de Red Temptation. Ook geweldig. En dit is dus een dupe van mijn Montal parfum. Ik heb dus ook een Montal parfum in het roze. En dat is letterlijk, dit is letterlijk die geur. En ik heb mijn lipgloss op van Kiko. Die heb ik uit Valencia. Super nice. Hij is echt heel fijn. Hij doet ook een beetje, volgens mij, je lippen groter maken. Want hij brandt een beetje. Niet dat ik dat resultaat ooit heb gezien, maar hij brandt wel een beetje. En dit is de kleur 1. Het is helemaal wat erg is. We gaan straks loodjes doen. Deze jongen begint nu pas met zijn gedicht. En de CT is er al. En deze man die zit nu nog in de stress. Wat moet ik opschrijven? Nee, komt vast goed. We gaan dus loodjes doen. En ik heb ook voor iedereen allemaal cadeautjes en zo gehaald. Dus helemaal zin om dat te gaan kijken hoe mensen hun cadeautjes vinden. En ik ga dat natuurlijk lekker vastleggen. Maar eerst moet deze man even zijn gedicht afmaken. Dus ik moet even stil zijn. Nou, hij moet zich concentreren. Dit is te laag. Lachen jullie! Dit is te laag. Nog een poep. En een poep is een beetje. Ik voel even trillingen. Ja. Nou, we hebben bezoek. Oh. Ze gaat even onder handen genomen worden. Oei. Wegwezen, Ramon. Kijk wat een leuk idee. Mijn moeder heeft kaasblokjes in de vorm van een kerstboom. Ja, ik vind het wel erwelade. Heerlijk. En Jeroen, wat heb jij? Een plukknuffel. Ik heb er nog nooit, echt nog nooit van gehoord, maar deze kun je helemaal leeg plukken. Laat eens zien, Jeroen, hoe dat moet. Oké, dan moet je hem helemaal leeg plukken. Tot op die wit is. Kan je hem ook weer in elkaar zetten? Nee. Nee? En dan doe je daar alles weer in. Dit is toch geen goede wijn? Oh, die moet er allemaal aan. Jaloe! En die gaat zijn cadeautje van. Oh, die is groot. Ja. Wat? Dit is een grote doom. De bedrijfvraag. Het is heel te vallen dat ze niet wil uitpakken. Tuurlijk, ja. Wat staat die dat dus? Ja, hè? Ja. Dank je. Ja, een dat. Ik mij nog niet. Dit is een doos. Lijkt op mij. Dit is een doos. Doos? Ja, doos. Je hebt een doos gekregen, wat leuk. Oeh. Nee. Wie wil een mesje pakken? Heeft iemand een mesje? Met? Oh. Ja, hier. Een koffer. Oh my god, cool. Oh, vakantie naar Spanje, Lou. Oh, dit is vliegtuig. Wat staat hier? Ja, Lou. Wauw. Kijk, Lou. Dit is leuk. Verrassend. Wat staat erop? Niet alleen, alleen. Dat is toch de mes? Mama, ik heb nog nooit zo in gehad. Zo, dit is mooi. Ik wil ook een. Nou, we gaan cadeautjes doen. En Ramon, je glittert helemaal. Ramon mag het eerst cadeautje pakken. En een gedicht. Nou, dat is al een instinker net. Wel een instinker, hè? Elbricht. Ik denk heel. Elbricht met CK en CH. Ik ga op een manier. Ga je wel een chill. Wel, pakken van mezelf. Oh, kan wel? Nee, van een ander. Ingrid. Ingrid is de lul. Maar
Oké, okay, jongens, het moet wel stil zijn hè, voor dit gedicht. Even stil. Foto's gaan zo nog even op. Beste Ingrid, het is weer tijd voor een gedicht. Dat is wat persoonlijker dan een WhatsApp-bericht. Er is veel voor je veranderd het afgelopen jaar. Op je lijstje staat autoparm geschreven. Dat is zeker nodig. Simone heeft al zo vaak jullie auto overgegeven. Ook stond er iets op het lijstje waar we enorm van geschrokken zijn. We hopen dat je goede voornemens hebt voor het nieuwe jaar. Minder wijn, meer water. Krijgen we dit met een nieuwe fles voor elkaar? We hebben daarom een leuke cadeau voor iemand zoals jij. Open het maar snel. Hopelijk word je heel blij. Kusjes van de kerstvrouw. Nou. Gewoon emotioneel van. Ja, vooral de katsen. Daarom vind ik dat we dat volgend jaar niet meer moeten doen. Geen gedichten meer. Dat zeggen we elk jaar. Ik zeg het elk jaar. Ja, maar met de hulp van ChatGPT tegenwoordig is het jongen. Een waterfles. Oh, die wil ik ook. Opslag voor je wijn. Ik heb jou. Don't give up. You did it. Thanks. Die heb ik echt nodig. Dankjewel. Kijk, ik mag een cadeautje pakken en een gedicht. Nou? Er staat alleen een debbende kerstman hier. Zo. Ja, de debbende kerstman staat erop? Ja, de debbende kerstman. Ja, maar hij lag op het cadeautje. Ja, hij lag hier. Ja, hier op de baan, klopt. Oh, hij lag hierop. Ja. Ik zal dat ermee doen. Een vibrator. Simoontje. Meesoon. Voor wie is het? Simone. Simoontje. Simone, dat ben jij! Simoontje, it's you! Vibrator! Ja, eindelijk! Lieve Simone, het hele jaar, zucht Simone, was het maar kerst. Je kon niet wachten tot je babytje had uitgeperst. Jij hè? Wat een prachtig goedlachse meisje heb je gebaard. Doe je. Dat was al jouw wachten dubbel en dwars waar. Laat het zien. Je jarenlange wens is ermee uitgekomen. Noe is een babytje van je. Dromen! Ontnomen. Ben je fucking goed man? Nee. Kerst vieren met een glas wijn. Dat is jouw sterkste wens. Je bent opgevoed van de familie. Mens! Eentje! Regelde jij de loodjes? Want bij kerst horen nu eenmaal cadeautjes! Oh, ben jij loodjes? Rijmwoorden.nl? Maar kerstman vond het is nu tijd! Simoontje tijd. Aan je witte lichtgevende benen moest iets gebeuren. Deze voor je naar Spanje gaat even kleuren. Als laatste wens is je veel sterkte met je fans. Ik prijs me gelukkig dat ik heel veel gewend ben. Knap dat je hiermee om kunt gaan. Wij genieten mee. Laat je camera maar op. Gaat om jou hoor. Gaat om jou. Gaat om jou. Opletten. Misschien beter als je het niet hebt gehoord. Dat is nu naar jou. Een neppe? Tantata! Bondi Sands! Self-spray! Self-spray! Denk je wat dat is, Jalou? Wat denk je dat het is? Als je dat ziet, wat denk je wat dat dan is? Als ik dat op je spuit? Ja, kijk, wat gewoon zwart. Helemaal bruin. Serieus? Gaat dat heel gebruiken? Self-tanning. Ja. Dat kan je niet opdoen. Nee, het is ook echt wel voor de sier om in de kastjes te zetten. Ja, dat ga je ook echt niet opspuiten natuurlijk. Dat is echt heel raar. Oké, Silvo moet weer een cadeautje pakken. Gideon, oh gedicht. Gideon. Ik zei dat hij Gideon stond. Heel raar. Hey, Gideon, voor jou. Voor de aap? Aapje? Ready? Ja. Ja. Lieve Ramon, toen de kerstman zag dat hij een cadeautje voor jou moest halen, kon de kerstman alleen nog maar stralen. Ik vind het maar knap van je dat je samen bent gaan wonen met Mel. Als het vervelend is, trek je maar even aan de oordeel. Oh. Ik wens je ook nog goede zaken toe, want het gaat ook goed, zeg poepoe. En alvast gelukkig nieuwjaar. Oh. Wie zou het zijn? Ja, pak je leuk, jongen. Je moet mij dus even lezen. Ja, ik heb het hem al gekregen, maar
Eigen schuld. Ja, ik dat vind het heel leuk. Komt alles van pas toch? Op eentje voor vakantie of zo, weet ik wel. Ja. Dankjewel. Oké, ik moet iets gaan pakken. Even kijken of we hier een naampje bij hebben. Denk van jou, omdat er een roze lintje op zit. Er zit geen naam op. Een roze lintje. Wat voor pakketje? Even kijken, wat voor pakketje. Er staat geen naam op, Lou. Als ik een cadeautje zie. Oh, Denise! Zeg het die maar aan jouw mama. Ik weet dus echt niet meer wat ik heb gevraagd. Ik heb een doos. Ja, even. Ik moet even lezen, ja? Het staat bij Cherky Paat 5. 29 maart 1996. Mama, papa, oma, opa, Simone, Marcelina, Hummelhonk, Juf Tjitske, konijnen, verkleden. Wauw, wat een mooi kind. Ja, super. Ja, wie zet zulke mooie gedichten kunnen schrijven? Oh, ja. Ja, ik heb ook een drinkpen. Je kan eindelijk drinken. Ik wil ook wel zo graag. Eindelijk een opslag voor je wijn. Een cadeautje voor Petter. Echt? Wie heeft mijn naam geschreven dan? Ik. Dat is de beste letter. Nee, kijk, er staat er wel tussen. Kijk. Oh. Gaan we? Ja, jezus! Dit is een domme wang, jongen. Jij maar. Ja, klaar. Dankjewel, Lou. Oké, dankjewel. Nou, gaan we. In een betoverend land. Bij een man genaamd Patrick. Gevulde kerstmis zijn hart met een sprankje magie. Kutje. Ik heb nog eens even opgehaald. Wat zit daarin, Petje? Een kookboom. Oh, chef-kok Petje. Dutch oven. Oh, dat is wel leuk. Heb je al een oven? Ja, ik heb een oven. Dat is jammer. Dat is lekker een kip. En een lekkere schaal. En een lekker eten. Ja. Eindelijk. Koken is zilver. Frituur is goud. Nou. Kijken. Vreselijk. Vet, hè? Mooi. Echt, echt trots op jou. Als je die mag hebben. Trots. Dat jij niet zwakker. Koken is zilver. Duur is goud. Ja, mijn kind huilt, wacht. Ik zal mijn kind wel hebben. Hey, nou je hebt stil. Ik had hem van die deur niet. Ja. Het valt wel heel erg mooi uit. In Deinen begon haar verhaal zo fijn. Een meisje genaamd Melanie, sinds dit jaar dus eindelijk wijn. Met ogen vol liefde, bruist, passie en vuur, besloot ze dit jaar te verhuizen naar Ramon, haar avontuur. Temptation Island, de ultieme beproeving voor hart en geest. Maar Melanie en Ramon leven elkaar trouw, een waar liefdesfeest. Haar Friese familie en vrienden, soms ze gemist. Vooral haar moedertje, die ze al heel snel mist. Nou, toch reizen hun mensen mee als een warme bries. Een knusse plek en liefde in Etten-Leur, dat wensen we je toe. Een frisse start, nieuwe vrienden en warmte bij je schoonfamilie door in het zuiden. Voor jou was het een hectisch jaar. Het runnen van de webshop, je influencerleven, reizen, oh zo druk. Eventjes te veel was het voor je. Dat begrijpen we stuk voor stuk. In de hectiek van het leven, neem al tijdje rust. Adem in, adem uit, dat is voor jou een must. Dus hopelijk vind je ook snel geluk in de kleine dingen. In jouw eigen sfeer en zonder de drang naar meer. En kijk, hier een toepasselijk cadeautje voor jou. Een steuntje in de rug. Iets nieuws voor in je douw. Dit cadeau brengt je geen geld of faam. Maar het helpt je bij het maken van nieuwe vriendschappen. Als een warme vlam. Melanie, stralen mag je daar. In Etten-Leur met Ramon als een gelukkig paar. Veel liefs en proost op een geweldig 2024. Zo. Wauw. Wie zou dat hebben geschreven? Ramon of de geluk zit er zelfs al op mij. Hoe kan dat? Ik weet het niet. En op jouw hoofd ook. Hey, Simone. Ja, ik zou denken Simone, maar omdat het uitgeprint is. Ja, maar jij hebt geen printen. Maar Simone had mij. Nee, maar jij hebt natuurlijk wel een printen. En Ramon had. Ja, mag het krijgen gefilmd worden?
Nee. Nou, ik ga mijn cadeautje uitpakken. Oké. Okay. Mag ik gefilmd worden, alsjeblieft? Rex. Nee, mag niet. Je bent een wazig hiervoor. Simone, mag je een cadeautje? Dan moet je even een beeld. Oh, ja. Je moet je even uit en aan doen. Zelfs Noni zit onder de glitters. Ja, ik heb haar vastgehouden. Ja. Mij niet. Ik zit ook onder de glitters. Wat hebben jullie gedaan? Ja. Dieper, dieper. Wil je weten hoe je vrienden jou echt zien? Dieper, dieper. Ontdek het met Most Likely. Dieper. Het partyspel waarbij niks verborgen blijft. Kies minimaal 2 partners in crime. Stel de vraag en go. Beleef een avond vol hilarische onthullingen. Hou niks achter en heb fun. Fucking leuk. Dieper. Ja, die wou ik ook. Dieper, dieper. Ja, oh? Leuk. Dat is voor jou. Ik denk dat jij mij had. Maar heb jij niet? Ja, maar voor vakantie genieten, dat is helemaal niet te zwaar. Stan. Sst. Nee. Begin dit jaar was jij op Jamaica te vinden. Hebben jullie daar uitgespookt? Ik hoorde hele gekke dingen. Derde keer opa, dit jaar opnieuw. Het lijkt wel een déjà vu. Nog even en je wordt kaal. Nou, daar heeft de kerstman wel wat voor. Met daarbij een hele mooie sjaal. Voor dit jaar een kort gedicht. Open maar snel je pak. Dan kun je weer van je biertje genieten. Met gemak. Groeten de kerstman. No. Kopkrachtig. Ah, leuk. Een muts, denk ik. Ik denk een sjaal. Fokka. Een sjaal. Voor een kale hoofd. Dit is... Nou, hier. Ja. Oh, ja. Oh, nee. Feyenoord? Oh my god. Mooi, nu. Mooi. Opa, hij staat al aan, toch? Gooi hem maar gelijk weg. Die gaan er blij door. Lekker, jongen. Dat kan wel, hè? Jezus. Dat jij dat vraagt, jongen. Jezus. Hé, hey, opa, hij staat aan, toch? Maar met die gaat het blijven over toch wel een beetje, hè? Maar ik heb ook een stom cadeau hoor, Jeroen. Hoop op een dag huilen. Ga maar begaan. Ja, ga maar begaan. Heb je nog meer? Oh, eindelijk zijn muts. Een echte paard. En een sjaal. Een beetje, ja. Ja, jij vraagt alleen een muts. Dat wordt ook een sjaal. Een mooi van Lapland, die muts. Die sjaal ook. Sjaal, mooi van Lapland. Leuk voor Lapland. Ja, dit ding, Als je hem niet meer gebruikt, dan krijg je hem wel een. De kerstman zat weer eens uren op de pot. Niemand kon erin, de deur zat op slot. Dit verwacht zoiets anders. Nou, Simone die gaat ook een keer. Ja, die hoort de poep hoor. Ja, poep. Simone hoor. Daar heeft hij in een poep en een scheet... dit mooie gedicht voor jou in elkaar gekneed. Gelukkig heb jij voor de kerstman een mooi lijstje gemaakt. Dat uitgebreide lijstje heeft mij enorm geraakt. Er stond maar liefst 1 ding op je lijstje. Dit jaar eindelijk iets voor een normaal prijsje. Ja, meestal een... Oh, ja. Een telescoop toch? Ja, op waskussen. Op ja, springkussen. Op een rollator of zo. Jullie houden thuis van spelletjes spelen. Op Snapchat hou je ervan om dit met ons te delen. 1 spelletje is dan ook favoriet. De uitbreiding hiervoor heb jij nog niet. Zoeken is waar jij van houdt. Niet vals spelen, want dat is erg stout. Maak je cadeautje open, zo snel als een tornado. Dan kan je zoektocht beginnen naar Eldorado. Groetjes de kerstman. Nou, wat leuk. Wow. Wow. Eldorado. Wat zou het zijn? Mag deze niet? Jij mag opmaken. Ik denk dat ik het wel weet. En jij hebt nog een meer. Jij hebt nog een meer. Ja, dat is de uitbreiding. Ja, Hebben jullie die al staan? Ja. Wauw. Ja! Eldorado. Vet. Vet. Nee, dat is niet. Oeh.
Er is nog een cadeautje voor een mop. Beverbende. Beverbende. Ah, die had ik dus ook voor je gehaald, maar zij dus ook. Ja, dankjewel. Ik zei, nou, ik heb ook nog een bevenbende. Zei... Oh, dat heb ik ook al van. Ja, en ik heb Skippo. Oh, die heeft hij ook al. Ik zag hem boven liggen. Ja. Op jouw kamer nog eens. Kijk wat er is. Wisten nog van elkaar dat jullie hadden? Kolibri. Nou, zij moest weten of hij Skippo had. We hebben allemaal Skippo had. Ik zei, ja. En bevenbende? Ja, die heb ik van gehaald. Verder, ja, verder wist ze, heeft ze niet gezegd. Maar heb ik dat nog gehaald? Ze had het al. Ik had het al. En ik had het bonnetje niet meer. Hey, kan je je eigen Apple Watch bandje bestellen? Kan ik mezelf sponsoren? Ja! Dankjewel. Stopt hij weer in zijn eigen bedrijf. Winst is winst, hè? Leuk. Dit is ook een mooi bandje trouwens. Dit is mooi, hè? Rolex. Hey, dit hoort ook nog bij jouw loodje. Oh, dat is maar zo'n bundel. Nou, had je dit loodje gemaakt? Ja. Dat is wel leuk. Die heeft mij ook wel eens gegeven. Booster Pons. Ja, een doosje van de tampons. Ja, had je nodig. Extra soft. Ja, extra tin. Mooi hoor, heb je die ook gehaald met Rituals? Ja. Oh, voor een auto. Car perfume. Omdat Simone had in je auto klotst, dacht ik. Ja. Nou, goed. Oh. Ga je dat doen? Een product. Reset cadeautje. Reset cadeautje. Openmaken? Zijn we nu een beetje aan ons hotel? Tips nodig hebben. Ja, we contacten nog wel hebben. Oh! Oh my god! Moet je ruiken? Nog een kaarsje. Oh, die moet hij rook er aan de mond. Lekker staan, ruikt hij lekker? Oh, nee. Ga je weg, nog een keer ruiken. We gaan lekker gourmetten. We hebben thuis een kippiepas. Helemaal zin in. Oh ja. Wat? Wat? Uitgegeten. Ik zal even filmpje aan het opgaan. Op de tv met jullie stand. 3, 2, 1. Een cadeautje! We wachten op Patrick. Toen moest ik het kopen online. Pak je goeie. En toen gingen ze daar de pakketjes kijk! Toen gingen ze openmaken. Toen gingen ze deze. Gaan we naar de casino? Ja? Ja! Mama gelijk. Ja. Mama pakt voor papa en papa pakt voor. Voor. Opa en oma. Echt? Lekker stinken. Pop. Oh, dit is allemaal? Ja, dit is wel leuk. En de rest is voor jou. Eerlijk zijn we altijd delen. Ja. Wat zit erin? Wij hebben deze set ook echt zo lekker. Wat is het? Een geurkaas. Van alles wat. Een geurkaas. Lekker. Ja, dit is wel niet. Lekker man. Ja. Lekker man. Een geurstokjes en een spray. Die kan je gewoon lekker door het huis sprayen. Oh, een house. Wij hebben die laatst gekregen bij onze housewarming. Ja, jij bent een beetje inspiratie. Oh, maar super lekker. Dit is high class. Ik mag. Hallo, jullie, je mag hier naar. Hij wil zo graag een ding geven. Mama en papa. Ja, opa en oma. Maar dat is dat gewoon. Ja, ik kan beter opa en oma. Oma, opa, maak het vol. Wat is dat? Yeah. Wow, een ding! Een ding! Een ding! Ja, die kan je zo zetten. Zo. En dan kan je een flesje drank in zetten. Wat? Flesje drank of wijn. Oh, wat leuk! Ja, leuk hè? Ja. Oh, moet ze zo net stoppen. Ja, voor jou dan, voor je whisky. Ja, ik ben er ook zo in. Pas ook vast af. Jullie pakken het volgende cadeautje. Welke naam staat er vandaag op? Opa! Mossel! Oh! Mosselie! Oh! Wat romantisch! Lieve Marcel, fijne kerst en laten we proosten op 2024. Een jaar vol liefde en een hoop mooie herinneringen samen. Dagen. Oh, romantisch! Zoenen! Het liefst wat je ooit hebt gedaan. Ja, ik heb een romantisch. Valentino?
Oh, ik probeer het wel wat duidelijk te maken hier. Hé, hey, hallo, niet slaan! Dat is not Christmas Eve. Dat is not Christmas Eve. Stan. Nee, ik zeg Patrick. Nee, kan je dat goed? Ah, een cowboy boot. Een bottenopener, oh wat leuk, dankjewel. Ja. Mag ik zien? Dat is een flessenopener, maar dan een cowboylaarsje. Oh, die kan niet eens weg. Een gouden. Ja. Nog één! U! Ja, nog meer. Met u? Allemaal van oma. U, een grens heb ik. Ik zou je nou vanmiddag zou ik jou weer hebben. Van, ja, heb je hem nou al meegenomen? Ja, heb ik. Wel heb ik. Heb ik. Ja. Oh. Super, ja. Dankjewel. Wij ons geen niet aan de ik heb hem twee keer denk, oh, moet er even echt. Ja. Waar heb je? Ik wil de ketting. Heb je mijn tas met boodschappen? Oh. Hier. Wat zit hierin? Wat zit hierin? Wat zit hierin? Ik zei het net al. Ja, dat laatste vond ik het voor grappig. Oh, dat ringetje? Ja. Ja? Oh. Ze zijn net al. Ik wil die ring echt hebben hoor. We zijn al eerder, ja. Ja, het zegt wel heel vaak. Ja. Ja, ze riep ons mama al toch mee. Wat heb jij gedaan dit jaar, opa? Dat was gewoon een stille heer. Mooi! Wat is dit, jongens? Oh, wat is dat? Oh, ordinary! Nice! Oh, dat ben je ook. Oh, dit heb ik nodig. Dat ben je ook. Dat ben je al. Gaat goed? Wat is dat dan? Kijk, en dan hier is er. De daily set. Oeh. Nice. Gewoon een cadeautje. Ga straks openmaken. Simone, heb je dat wel verdiend? Oh ja, echt als kerst. Even wachten. Jeetje, wat voor een lippenstift. Voor je haar. Lippenstift. Zij toch, voor je haar. Ja, chill. Lippenstift. Zie je toch? Hier, kijk. Nou, mag wij. Stap. Nu mag oma. Nou, mag wij. Dankjewel. Alsjeblieft. Chill. Wat lief. Lief hè? Lief hè? Oeh, wat is dat? Weet je niet, kom niet. Wat is het dan? Oeh, wat is dat? Lipstift, ja. Gisou haarolie. Step 1. Oh, lekker. Mooi lekker. Step. Ja. Thank you. Goeie. Ik kan niet anders. Heel fijn spul. Ja, persoonlijk. Ook wel echt chill. Wat zeg je? Ja, maar Olaplex ook. Wat bedoel je dat niet? Heb je deze ook? Mm-hmm. Ja? Tenminste, ik weet niet wat er allemaal in zit, maar volgens mij is het gewoon Olaplex, shampoo, conditioner en masker. Dat is wel duur. Ja? Voor mama. Gaat de mama op Denise? Denise. Oké. Een pret sigaret. Een pret sigaret. Een toontje. Met een hartje. Een masker. Pas het voor haar. Lekker. Een cafeïne eye mask. Ja, ik heb super ballen. Ja, je bent zo vermoeid. Je bent zo vermoeid. Ja, de grote. Van Marshall. Ja, dat niet pakt uit. Dat ja. Is normaal. Dat lief wel. Oh, die wil ik ook. Heel donker. Je moet even zaklampen opschijnen. Kan je dat dan lezen, Lou? Wat kan je niet van mij staan? Zie je nog niet past? Oh! Oeh! Isu Haroli! Zo, wauw! Ready to go! Ja, dit is ook heel fijn spel. Ik heb peper is anders. Ik krijg niks. Nee, toch? Ik koop alleen maar. Ik koop alleen maar cadeautjes. Nee, nee. Clinic. Ja, dus je moet s'avonds je gezicht schoonmaken. Moet je met het spul lekker, echt heel lekker. Oh ja? Ja. Maak je gezicht lekker schoon mee. Zie je leeg dat je bier zo. Ja, heel fijn spul. Ik heb het ook. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Topper. Vanuit Valencia. Oh ja? Maar al je cadeautjes komen uit Valencia. Mijn koffer was ook echt 10 kilo te zwaar. Nee. Een grap cadeau. Oeh, voor de make-up sponsje. Ah, make-up sponsje. Yes. Thank you. Ja, het is voor
Open it, girl. Open it. Girl, open it. It's your name. Ja, yeah, girl. I see, I see. Kijk, mam. Oh, vet enthousiast. Oh, wat is dit? En nou wil ik een cadeautje. Sephora! Oh, handballen! Oh my god, Sephora! Oh my god, dat is echt super fijn. Nou, ik heb maar één cadeautje. Hij loopt handballen. Oh, wat lief! Wat staat erop dan? Mama is er ook. Wat is dit? Ik weet oprecht ook niet meer wat erin zit allemaal, hè? Ik ben het allemaal weer vergeten. Ik vind het gek. Dit is voor waterproof mascara. Weer? Hallo. Right down. Ja, twee keer zelfs. Dit is het van Kiko, ook schaduw. Oh, yes. Oh, dat wilde ik ook altijd hebben. Ja, ik dacht net aan, oh, die heeft oma gekregen. Misschien kan je van oma lenen morgen vroeg. Ik heb nog meer Kiko, toch? Ja. Poep, ja, dat is een. Oh, en Sophia. Oh, poep. Ik heb er alleen wijn in. Jezus. Ik hou het niet aan, man. Nou. Leuk, hè? Ik heb het in ieder geval fantastisch. Moet je nu dan wat? Simone wel. Waardoor we helemaal geen masker hebben. Wow. Eindelijk een normaal hoofd. Waarom niet voor mij dan? Dat worden wij voor mij. Eigenlijk had jij het mee nodig, ja. Dankjewel. Lief. Heel erg leuk. Nee joh, een beer? Jeetje, maar oma heeft nu wel genoeg gehad hoor. Ja. Kijk, ik heb dit allemaal. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, wat is het? Een rode lippenstift. Een rode lippenstift. En oogpotlood, volgens mij. Wat zou het zijn, opa? Wat zou het zijn? Een mooie pen. Bedankt Ramon. Ik denk ook bedankt Ramon. Maar welke? Dat denk ik niet. Ook. Maar welke opa? Ja, gestuurd, hè? Ja, volgens mij. Een paar jaar geleden. Oh ja. Gisteren. Nog een keer. Oma. Als we wel meer pols, denk ik. Wat is het dan voor bij? Oma. Leer. Oh, maar jij zei toch wel eens. Kiko! Wel ja, de lipgloss! Die is zo fijn, ik heb hem ook. Ja. Die heb ik net ook eet op. Die drie zit ook op gedaan. Loe? Nee, ook. Mama heeft ook bijna een open. Wil je een biertje? All day hydrating. Cadeautje, wat heb je daar? Super. Mag niet aan de tafel smeren? Vies. Dan moet je niet op de tafel smeren. Mama. Stan, doe maar zo op je lipjes. Zal ik het doen? Ja. Je wil zelf vragen? Drie? Wat gaat er mis hier? Wat gaat hier mis? Oh, wauw, Stan, kijk! Een beetje mooi. Oma. Hé, hey, een cadeautje voor Simone. Oh, wat een mooie. Mooi. Hey, die kwam uit de film. Ja, ik zet, die heb ik ook. Ja. Dat, ja, die had Jureska ook in. Die had Jan Dino ook in. Ja, Jureska. Die heeft het ook in. Slim. Wat de fuck is dit dan? Oh, ik heb een neus. Mooi. Neusmosterd. Neus. Honey. Oh, ja. Neusmosterd. Hey. Thank you. Nageltjes. Die waren wel aan mijn tenen. Ja. Alle. Wauw, Mel! Wat een ding! Lipgloss! Dit is voor je handen. Is dit lipgloss? Nee, dat is voor Denise en lipgloss. Oh, je hebt nergelang. Ja. Je kan hier gewoon een hele Sephora beginnen. Gizu? Gizu haarolie? Gizu? Hetzelfde als ons. Ja. Stel niet door, niet doen. Was zo eerlijk, als ik even ruzie, hè? Ik heb soortgelijke gevonden als die van Monica. Oh, dat meen je niet! Maar ze lijken er heel erg op, dacht ik. Ja. Hè, heel veel. Ja. Oh. Ik mag er een drie passen. Skiën, langlopen. Stop. Stop. Sorry. Je mag niet meer wijzen. Ezel. Je bent niet echt nieuw. Pet zakjes? Je hoeft echt niet.
Stop. Hey. Hey. Nou jongens, het is inmiddels 2:00 PM. We hebben echt een superleuke kerst gehad, jij ook. Eerste kerstdag is geslaagd. Ik ga hierbij lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Vonden jullie het leuk, dan een duim omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Doei doei. Disfruta de la vida, bebé. Disfruta como si mañana se acabara, se acabara. Se acabara, se acabara.